Dit was een week vol met ramingen van de Nederlandse Bank, van de Europese Commissie. En gisteren kwam daar de conceptraming bij, of de conceptcijfers bij van het CPB, waar het betreft de juniraming. Vandaag zijn die ook definitief geworden. Uit die cijfers komt eigenlijk een tamelijk vergelijkbaar beeld naar voren, namelijk dat Nederland nog steeds door een moeilijke economische fase gaat. In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we ons zullen houden aan de Europese begrotingsregels van Stabiliteits- en Groeipact. Dat betekent dat we ook met bijzondere interesse kijken naar de cijfers van de Europese Commissie. Die zijn ook deze week toegelicht door de verantwoordelijke Europese commissaris. Een functie waar Nederland zich voor heeft bekreund in het verleden. Heeft geijverd dat die er zou komen. En die heeft gezegd dat we om uiteindelijk weer op 3% te komen, zo'n 1% van ons nationaal inkomen extra moeten bezuinigen. En dan praat je dus over een bedrag van 6 miljard euro. Dus opnieuw een heel groot bedrag van 6 miljard euro extra bezuinigen. Tegelijkertijd heeft hij gezegd dat Nederland, als de economie zou verslechteren en als wij alle structurele maatregelen nemen voor die 6 miljard, dat we in dat geval meer tijd zouden krijgen. Voor dit kabinet geldt natuurlijk dat solide overheidsfinanciën van het allergrootste belang zijn. Wij denken dat de combinatie van solide overheidsfinanciën en hervormingen ook leiden tot economisch herstel. En dat betekent dat het nu op orde brengen van die overheidsfinanciën en tegelijkertijd het nu doorvoeren van die hervormingen cruciaal is om ook de basis te leggen voor dat economisch herstel. Kortom, als we alles zo bekijken, dan moeten we er rekening mee houden dat we voor de begroting van 2014 extra maatregelen moeten nemen. Daarover zullen we definitieve besluiten nemen in augustus. We zijn natuurlijk wel druk bezig met de voorbereidingen. Die vinden niet plaats op geheime locaties. Dat doen we gewoon in de reguliere overleggen die we in de coalitie hebben. Daarbij kijken we ook naar maatregelen gericht op economische groei. Maar nogmaals, het resultaat uiteindelijk wordt gepubliceerd in de miljoenennota bij Prinsjesdag. Als kabinet zijn we ook volop bezig om de uitvoering ter hand te nemen van andere onderdelen van het regeerakkoord. Vandaag een aantal van die onderwerpen bij de hand gehad. Zo hebben we ingestemd met een voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de kwaliteitswaarborgen in het hoger onderwijs te verbeteren. De minister krijgt daarmee meer mogelijkheden om in te grijpen als zich een situatie voordoet waarbij sprake is van ernstige bedreigingen van de onderwijskwaliteit. De ministerraad heeft ook ingestemd met de mensenrechtennota Respect en recht voor iedereen, opgesteld door de ministers Timmermans en Ploemen. En tenslotte hebben we een kabinetsstandpunt vastgesteld over de intensieve veehouderij en schaalgrootte. Over dat onderwerp zal Sharon Dijksma, verantwoordelijk staatssecretaris, op haar eigen departement nog beschikbaar zijn voor een extra toelichting. Wie kan ik de eerste vraag geven? Frits Wester, RTL. Meneer Rutte, even over het vertrek van de voorzitter van de Eerste Kamer, uw partijgenoot De Graaf. Hebben u ooit signalen bereikt dat leden van het Koninklijk Huis of de Koninklijke Familie, dat die problemen zouden hebben met de heer Wilders in hun nabijheid in de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging? Kijk, u weet over de contacten met het Koninklijk Huis worden nooit medewerking gedaan, maar ik kan u verzekeren, het Koninklijk Huis functioneert onder de ministeriële verantwoordelijkheid. En ik kan op dit specifieke dossier van A tot Z volledig nemen. Er zijn geen signalen in uw richting gekomen. Mag ik dat? Nogmaals, ik doe geen mededeling over het contact met het Koninklijk Huis, maar als ik u zeg dat ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid kan nemen van A tot Z, ook op dit dossier, dan denk ik dat u genoeg weet. Heeft de heer De Graaf u nog geconstateerd of ingelicht over het feit dat hij wat twijfels had bij de heer Wilders in de commissie van in- en uitgeleide? Nee. Het was voor u ook een verrassing. Nogmaals, Fred De Graaf heeft zelf een brief gestuurd waarin hij betoogt dat er ook geen sprake van was, van het bewust weghouden. Dus hij kon me daar denk ik ook niet over informeren. In ieder geval heeft hij me nooit geïnformeerd erover. En feit is dat hij inmiddels heeft besloten vanwege alle discussie over zijn persoon terug te treden. En dat respecteer ik. U heeft gisteravond zelf nog even contact met hem gehad, hè, voordat hij zijn beslissing bekend maakte. Er zijn gisteren contacten geweest. Ook ik zelf heb contact gehad met Fred De Graaf. Uiteraard niet als minister-president, maar ook als partijgenoten onder elkaar. En over die gesprekken kan ik ook geen mededelingen verder doen. Maar had hij die beslissing toen al genomen of nog niet? Ik kan geen mededeling doen over die contacten en ook niet precies over de tijdslijn. Want het verhaal gaat nu rond, kijk ook onder andere op bijvoorbeeld Teletext, dat de VVD-top aangedrongen heeft op zijn vertrek. Ja, er gaan altijd verhalen rond. U loopt ook al een tijdje mee in Den Haag. Ik kan nu alleen zeggen dat het mij logisch lijkt dat je als partijgenoten onder elkaar in zo'n situatie contact hebt.
Maar over de inhoud van die contacten kan ik verder niks zeggen. Maar logisch is het toch ook, want u loopt hier al een tijdje rond, u weet hoe de hazen lopen, dat mensen tegen een partijgenoot in zo'n situatie zeggen, joh, hou de eer aan jezelf, dat is beter dan weggestuurd te worden. Ja, u schetst een stuk parlementaire geschiedenis. Ik kan daar verder geen nadere invulling aan geven in het kader van deze casus. Maar kunt u dan wel zeggen dat u hem niet geadviseerd heeft om op te stappen? Nogmaals, er zijn gisteravond contacten geweest. Over de inhoud van die contacten doe ik geen mededelingen. Vindt u het jammer dat hij is opgestapt? Ik respecteer zijn besluit, maar verder ga ik geen andere kwalificaties aan. Respecteren, dat doet ook de hele oppositie die vond dat hij weg moet. Ik denk dat het een respecteren besluit is wat hij heeft genomen. Hij heeft dat zelf genomen. Het is echt zijn besluit en ik respecteer dat. Het is een man die we hebben op 30 april allemaal zien functioneren. Ik denk dat hij dat voortreffelijk deed als voorzitter van de Verenigde Vergadering. Het besluit is genomen, ik respecteer het. Misschien iets te voortreffelijk, iets te veel dingen willen regelen die je niet hoeft te regelen. In die vraag ligt een suggestie besloten die verder aan de Eerste en Tweede Kamer is. Had u begrip voor de gevoelens van de heer Wilders? Als het zo gegaan zou zijn, heb ik begrip voor die gevoelens. Of het zo gegaan is, dat weet ik verder niet. Twijfelt u daar nog steeds aan? Waar ik allemaal wel of niet aan twijfel, hou ik voor mezelf. Ik stel vast dat ik dat niet met zekerheid weet. Maar u heeft de heer De Graaf gesproken. Die heeft dan toch wel gezegd, het is echt niet zo of het is wel zo. Over de inhoud van de gesprekken met de heer De Graaf gisteravond, die in de collegialiteit van de partijen plaatsgevonden, doe ik geen mededeling. En hoe kan het dan dat u nog twijfelt? Ik vertel u al, over mijn twijfels doe ik verder geen mededelingen. Ik stel vast dat de heer Wilders zo zaken zo zijn gegaan als ze in de Volkskrant zijn geschetst. Begrijp ik zijn gevoelens. Oké, dank u wel. Heel aansluitend. We hebben ook het Centraal Planbureau. We hebben heel veel andere grote onderwerpen. Daar komen we nog op. Oké, dan is het. Daar komen we aan toe. Prima, we maken het laat, begrijp ik. Ja. Nee, laat ik algemeen beginnen. Maar begrijpt u, premier Rutte, begrijpt u de gevoeligheid omtrent deze kwestie? Wat is deze kwestie? Nou, het verhaal, althans de suggestie die van het verhaal uitgaat, als zou Wilders bewust uit dat comité van in- en uitgeleide gehouden zijn vanwege het beeld dat dat zou geven. Zodat het geval is, begrijp ik natuurlijk zijn gevoelens daarbij. Ja. Nee, niet zijn gevoelens, begrijpt u de gevoeligheid? Ja, tuurlijk. Zodat het geval is. Maar u heeft de brief gezien van de voorzitter van de Verenigde Vergadering en van de Eerste Kamer over dat onderwerp. Die heeft zaken geduid en heeft vervolgens besloten, ook vanwege de aanhoudende discussie over zijn persoon, zich terug te treden. Ik respecteer die beslissing. En vandaar dat ik ook zeg, we moeten hier uitgaan van wat er gezegd is in de media. Wat er gezegd is door de voorzitter van de Eerste Kamer. U vraagt me, begrijp ik die gevoelens? Ja, die begrijp ik, als het zo gegaan zou zijn. En wat zou u van het beeld gevonden hebben als Wilders inderdaad naast de koning had gelopen bij de inhuldiging? Had ik geen probleem mee gehad. Want dat zou de achtergrond zijn van een eventuele beslissing Wilders niet toe te laten. Ja, u suggereert opnieuw dat daar dus een opgezet plan achter zat. U heeft de brief van de voorzitter van de Eerste Kamer daarover gelezen. Dus we moeten er ook van uitgaan dat die brief klopt. Maar zou het zo zijn dat dat zo is, begrijp ik de gevoelens van de heer Wilders. U vraagt mij, zou ik bezwaar hebben gehad tegen een eventuele uitkomst waarin Geert Wilders naast koning Willem-Alexander had gelopen? Geen bezwaar. U refereert aan die brief. In die brief zegt de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer De Graaf, ook dat hij in zijn achterhoofd wel degelijk die zorg had over het beeld wat de aanwezigheid van Wilders bij de koning op de inhuldigingsdag zou geven. Ja, maar nogmaals, nu gaan we echt nog een stap verder. De vraag is, heeft hij bewust wel of niet geprobeerd Wilders daar weg te houden? Daar heeft hij in die brief van ontkend dat dat het geval is. Vervolgens heeft hij besloten vanwege de aanhoudende discussie over zijn persoon terug te treden. Ik respecteer die beslissing. U vraagt mij, zou ik er bezwaar tegen hebben gehad als Geert Wilders naast de koning had gelopen? Daar had ik geen bezwaar tegen gehad. Dat Fred de Graaf daar zijn opvattingen over heeft, die mag hij hebben. Daar zijn we het dan niet over eens. Maar dat is niet de reden waarom hij zich nu heeft teruggetreden. Hij treedt terug omdat hij meent dat er een aanhoudende discussie is over zijn integriteit. Ja, volgens u is dus geen probleem. Wilders had daar wel of niet in kunnen zitten. Geen enkel. U heeft de vraag 5 keer gesteld. Ik geef u de 5e keer het antwoord. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Ze zijn ongeveer even lang. Dus dat was op tv allemaal goed gegaan. Maar dan blijft natuurlijk toch de vraag wat hier achter de schermen gebeurd is. Ik vraag u dat ook in uw hoedanigheid als premier en uw verantwoordelijkheid in de richting van het Koningshuis. Zijn uit die hoek of vanuit die verantwoordelijkheid zorgen geweest over de samenstelling van het comité? Over de contacten en de gesprekken met het Koninklijk Huis worden nooit mededelingen gedaan. Ik kan u wel zeggen dat ik ook op dit dossier voor het functioneren van de koning en van de koningin die toen aftredend was, en ook voor de aangetreden
koning en zijn echtgenoten van A tot Z, zonder enig voorbehoud, volledig de ministeriële verantwoordelijkheid kan dragen. En aangezien u geen problemen heeft gehad, nooit heeft gehad met een eventuele aanwezigheid van Wilders, heeft u dus ook niet aangedrongen op het feit dat Wilders daar geen rol in zou hebben? Ik heb daar niet op aangedrongen, nee. 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 En ik heb u net gezegd met mijn wat ontslachtige formulering van A tot Z, dat is omdat ik geen mededeling kan doen uit gesprekken met de top van de koninklijke familie, namelijk het Koninklijk Huis. Maar door te zeggen van A tot Z neem ik daarvoor de verantwoordelijkheid, kunt u de juiste conclusies trekken. Ja, u heeft ook contact gehad met de heer De Graaf. Daar wilt u ook niks over zeggen. Ja. En de rol van Miltenburg, want zij was voorzitter van dat comité. Hoe kijkt u tegen haar rol aan? Ik ben minister-president. De verantwoordelijkheid voor de Verenigde Vergadering ligt bij de voorzitter van de Verenigde Vergadering. Dat is Fred De Graaf. Ik heb daar verder geen verantwoordelijkheid voor. Ik heb hoogstens verantwoordelijkheid, vandaar mijn antwoord ook wat ik u geef over wat ik zelf vind, of de rol van de koning. Ik heb u daar antwoord op gegeven in mijn antwoord van A tot Z, die ministeriële verantwoordelijkheid dragen. Ik ga nu niet verder alle andere spelers in het spel hier becommentariëren. Dat is niet aan mij. Hans Verbeek en dan Wouter de Winter. Is het over deze kwestie trouwens? Want anders gaan we die... Is dit nog onderwerp nog? Dan Wouter de Winter. Meneer Rutte, heeft de heer De Graaf u ooit deelgenoot gemaakt van zijn zorgen over het beeld? Nee. U bent wel overtuigd door de brief die hij daarover heeft gestuurd? Ik kan daar verder geen mededelingen over doen over de contacten met De Graaf. Ik stel vast dat hij een brief heeft gestuurd waarin hij precies beschrijft hoe de zaak ligt. Maar ik ben er verder niet bij geweest. Dus die brief ligt er. Zolang er geen contra-indicatie is, moeten we die brief voor waar aannemen. Hij heeft vervolgens vastgesteld dat de aanhoudende discussie rond zijn integriteit hem noopt af te treden. De contra-indicatie ligt misschien wel in het feit dat de volledige Tweede Kamer, alle fractievoorzitters, het een verstandig besluit vinden dat hij weggaat. Kijk, nu vraagt u mij commentaar te geven op een zaak die de Verenigde Vergadering regardeert. Mijn betrokkenheid erbij zou tweeledig kunnen zijn, namelijk ministerieel verantwoordelijkheid dragend voor de koning. Dan wel mijn eigen opvatting. Op beide geef ik u ruimhartig antwoord. Ik kan niet zo ver gaan hier verder commentaar te geven op het functioneren van het parlement. Dat is echt aan de Kamer zelf. Maar het eigenaardige is dat mensen in dat land zien dat er een Eerste Kamervoorzitter vertrekt. Ze zien een premier die zegt dat hij de brief die de heer De Graaf heeft gestuurd over de kwestie voor waarheid aanneemt. Ik heb geen andere redenen om dat niet te doen. Dus die brief ligt er. Die brief heeft hij geschreven. En zolang er geen contra-indicaties zijn, is dat het feit helaas zoals het er ligt. Maar dan blijft toch boven de markt hangen of hij bewust wilde zij het weggehouden of niet? Waarom? Omdat er iemand is opgestapt, maar daar eigenlijk geen duidelijke reden voor gegeven wordt, behalve het feit dat er over gepraat wordt. Maar nu vraagt u mijn commentaar op het aftreden van Fred De Graaf. Ik respecteer dat aftreden. Hij heeft vastgesteld dat die aanhoudende discussie over zijn integriteit, zijn functioneren in deze functie als voorzitter van de Eerste Kamer en Verenigde Vergadering belemmert. Het feitencomplex laat zien dat er een hele hoop geruchten zijn. Dat hij zelf heeft gezegd, ik had liever Willem-Alexander, de nieuwe koning, niet naast Geert Wilders zien lopen. Hij heeft ook gezegd, ik heb niet bewust erop aangestuurd dat het daar niet op zou uitdraaien. Hij vond er iets van, maar hij heeft er niet speciaal op aangestuurd. Dat is de brief die hij heeft gestuurd woensdagavond. Dat is het feitencomplex wat er ligt. Daar moeten we ons op baseren, tenzij er nadere informatie is. Kunt u dat wel kwalificeren, dat hij dat liever niet wilde hebben? Want u zegt net, hij wilde... Ik heb natuurlijk een collega gezegd dat ik het niet met hem eens ben op dat punt, maar dat mag. Ik bedoel, je mag een verschil van opvatting hebben of het bezwaarlijk is dat de voorzitter van een partij met zeer stevige opvattingen op zo'n moment naast de koning loopt. Ik vind dat geen bezwaar. Hij vond dat wel een bezwaar, heeft hij gezegd. De vraag die nu voor ligt is niet wat hij ervan vond. De vraag die deze week voor ligt is of hij bewust heeft geprobeerd die situatie te voorkomen. Daar heeft hij een brief over gestuurd waaruit blijkt dat dat niet zo is. Ik heb verder geen informatie dat het wel zo zou zijn. Het eigenaardige is wel dat u een tijdje geleden hier ook heeft gezegd dat u de eerste bent die, als het ging om uw eigen bewindspersonen, de wacht aan zou zeggen als u vond dat zij fouten hadden gemaakt. Ik begrijp dus dat dat soort mededelingen, als u ze inderdaad vindt dat ze fouten hebben gemaakt, niet met ons gedeeld worden. Die vraag is te ingewikkeld, excuus. Dat komt misschien door de drukke week. Ik zal het nog even proberen te stellen. U heeft een tijdje geleden heeft u hier gezegd, ik geloof dat het over de heer Wekers ging. Ik ben de eerste die zal zeggen als iemand moet opstappen, als ik vind dat hij een fout heeft gemaakt. Mm-hmm. Nu is er iets gebeurd. Iemand stapt op. De voorzitter van de Senaat, uw partijgenoot, partijgenoten onder elkaar had u het net over. Mm-hmm. En u zegt dus uiteindelijk, daar doe ik geen mededeling over zo'n gesprek. Dus u vindt misschien dat u weg moet... Mag ik u dan staatsrechtelijk wel wijzen, dat weet u donders goed natuurlijk, want u bent zeer voortreffelijk journalist, dat er een heel groot verschil is tussen mijn relatie met de leden van het kabinet en de afstand die ik heb te bewaren ten opzichte van de Tweede en de Eerste Kamer,
medewetgevers en controleurs van de regering. U had net over partijgenoten onder elkaar. Ja, wij hebben contact gehad gisteren. Niet als minister-president en voorzitter Eerste Kamer. Maar beiden leden van de VVD die op dit moment fulltime in de Haagse arena voor heel Nederland aan het werk zijn. En over de inhoud van dat gesprek doe ik verder geen mededeling. Dat was mijn antwoord net op de eerdere vraag. De hele discussie die zich de afgelopen week over dit voorval heeft ontsponnen. Is dat schadelijk geweest voor onze herinnering aan de inhuldiging? Nee. Heeft geen schade toegebracht aan het Koningshuis? Of dat bepaalt iedereen voor zichzelf, maar voor mij in ieder geval niet. En de andere 16 miljoen Nederlanders bepalen dat voor zichzelf. Maar dan moeten we 16 miljoen mensen interviewen. Ik kan alleen voor mezelf antwoorden en mijn antwoord is nee. Dan komt de laatste vraag hierover van Novum en dan gaan we naar Verbeek. Ja, die zin die u uitsprak over die volledige ministeriële verantwoordelijkheid van A tot Z. Het kan aan mij liggen, maar ik begreep dat eigenlijk niet. Dat moet u echt staatsrecht zien. Het is zo dat ik in mijn functie nooit iets kan mededelen uit gesprekken met de koning of de vorige koningin. Of de huidige prinses Beatrix of koningin Maxima. Dus de leden van het koninklijk huis waarvoor de ministeriële verantwoordelijkheid in het bijzonder geldt. Dat kan niet. U vraagt mij, wisten zij ervan? Hebben ze dit bevorderd? Hè? Waren ze het eens met wat Fred de Graaf verweten wordt dat hij gedaan zou hebben, als dat al geweest zo zou zijn? En dan kan ik u alleen antwoorden dat ik ook op dit dossier van A tot Z zonder enig voorbehoud de ministeriële verantwoordelijkheid neem. En dan kunt u verder de conclusies trekken die u moet trekken. Nu naar CPB. De doorberekening van het sociaal akkoord laat zien dat de werkgelegenheidseffecten negatief zijn in plaats van positief. Voor zover ik me kan herinneren was dat niet helemaal de bedoeling bij het afsluiten van het sociaal akkoord. Wat gaat het kabinet daaraan doen? Er is nog wel een discussie over. Er zitten nogal wat ruige aannames in het Centraal Planbureau doorrekening. Dat mag ook, daar hebben we ook discussie over. Er staat ook een voetnoot bij. Het gaat hier over de aanname in hoeverre de WW gerepareerd zal worden in sector-CAO's. Er wordt een aanname gedaan van 80%. Ik wijs erop dat toen onder Balken en de tweede WW werd teruggebracht van 60 maanden naar 38 maanden, dat toen in nog geen 5% van de gevallen dat gat gedicht is. Hier wordt aangenomen 80%. En er staat ook een voetnoot bij wat de werkgelegenheidseffecten zouden zijn als dat helemaal niet gebeurt. Dat lijkt me ook ruig, maar daartussen ligt de waarheid. En de werkgelegenheidseffecten moet u zien ten opzichte van de positieve werkgelegenheidseffecten van het regeerakkoord. Dus het is geen effect ten opzichte van de huidige situatie van de werkgelegenheid, maar een correctie op de werkgelegenheidsgroei van het regeerakkoord zoals het Centraal Planbureau die voorziet. U vindt de aanname en dus ook de conclusie die daaruit volgt discutabel? Het punt is, als het 80% zou zijn, dan kloppen die cijfers, want hun modellen kloppen altijd. Maar die 80% stel ik ter discussie. Die stellen ze zelf ook ter discussie, want ze laten ook zien wat het alternatief zou zijn als er niet gerepareerd wordt. Beide lijkt mij ruig. In praktijk zal het ongetwijfeld daartussen liggen. Ja, minister Dijsselbloem noemde dat discutabel. Daar bent u dus mee eens. Ja, ik vond de aannames ruig. Discutabel, iedere kiest zijn eigen woorden. Ja. Vraag is wel natuurlijk, CPB wordt altijd gezien als de onafhankelijke rekenmeester van dit land, mag dus aannames doen, mag conclusies daaruit trekken. Waar blijf je dan als je die aannames en de daaruit getrokken conclusies weer ter discussie gaat stellen? Nee, dat is niet waar. Het CPB, het rekenmodel, die stellen we niet ter discussie. Dus zou er 80% reparatie zijn, is er geen discussie bij ons wat dan het werkgelegenheidseffect zou zijn, een correctie op de werkgelegenheidsgroei van het regeerakkoord, een correctie naar beneden. De discussie is niet over het model en het effect op het regeerakkoord. De discussie is over de aanname die daaronder ligt. En dat is een aanname over de mate waarin gerepareerd zal worden. Hetzelfde kan zich voordoen als het CPB komt met doorrekeningen van ontslag en flex. Daar zitten ook aannames in. En daar kun je altijd over spreken. En het kabinet is natuurlijk gehouden om de vormgeving zo te maken dat uiteindelijk de effecten positief zijn. Wat is voor u, wat is voor dit kabinet nog de waarde van het CPB en de berekeningen die daar gemaakt worden? Die is maximaal, omdat wij ook de berekening die discussie stellen. Wij hebben discussie over het verwachte gedragseffect. En daar mag je met het CPB over spreken, want daar hebben zij natuurlijk geen absolute waarheid in pacht. Daar doen ze aannames op. Vervolgens gaan ze op basis van die aannames laten ze hun rekenmodellen draaien. Daar discussiëren we niet over. Dus zou het 80% zijn, dan klopt hun uitkomst. Wij stellen ter discussie die 80%. Ja, ik vraag het ook over die. Dat doen ze zelf trouwens ook, want in een voetnoot staat ook wat er zou gebeuren als het niet gerepareerd wordt. Dus daar zit ook natuurlijk een zekere bandbreedte tussen. Ten meer als je weet dat we in 2005, na de WW-duurverkorting van 5 jaar naar 38 maanden, in nog geen 5% van de gevallen is gerepareerd. Maar ik vroeg die vraag ook over de positie van het CPB, omdat u maandenlang heeft verwezen naar de cijfers van het CPB die nog moesten komen. Nu zijn ze er en straks komen er weer nieuwe in augustus. En nu blijkt u toch duidelijk deze week de 6 miljard van Rijn als richtsnoer te nemen en niet meer een percentage van het CPB. Nou, wat daar is daar mee veranderd? Nee, dat is niet meer waar. Kijk, wat daar meespeelt is dat
Het regeerakkoord zich baseert op twee ankers. Eén is de studiegroep begrotingsruimte die bij de start van de onderhandelingen zei, en ik meen zelfs al als input voor de verkiezingsprogramma's daarvoor, zei er moet 16 miljard worden bezuinigd met een kleine veiligheidsmarge. Dat zijn de 16 miljard die je ook terugvindt in het regeerakkoord. En het tweede anker dat zegt wij baseren ons op het stabiliteits- en groeipact. Nou, het stabiliteits- en groeipact is duidelijk, dat zegt we moeten in 2014 naar 3%. De laatste berekeningen op basis waarvan de verantwoordelijke commissaris zich baseert laat zien dat je met een pakket van 6 miljard tot 3% komt in 2014. Ja, mijn vraag was naar de waarde van het CPB-fonds. Nou, maximaal, want ook het planbureau. Maar nu zeggen zij 3,7% in die voorlopige raming. En dat zou dus een veel hoger bezuinigingsbedrag dan die 6 miljard opleveren. Ja, maar dan is het natuurlijk zo dat het Centraal Planbureau ook weer voeding geeft aan de berekeningen van de Europese Commissie. Dan zou de vraag kunnen zijn, u deed het toch niet voor Europa? Dat klopt, we doen het voor onszelf, voor Nederland. Maar we baseren ons wel op uiteindelijk de afspraken die we in Europa hebben gemaakt over het orde brengen van overheidsfinanciën. Niet omdat we dat zo graag voor Europa doen, maar omdat we dat in het Nederlands belang vinden. Ja, nou, dat is nieuw voor me. Maar het regeerakkoord is duidelijk over. Ook eens verwezen naar het CPB. Zeker, omdat het CPB ook input is voor de berekeningen van voor het Stabiliteits- en Groeipact. Dus de Europese commissaris baseert zich in belangrijke mate natuurlijk op de CPB-ramingen. Ze hebben ook wel eigen informatie, maar hun belangrijkste bronnen zijn natuurlijk de nationale bureaus. Dat ze daar ook op corrigeren, begrijp ik, omdat niet alle landen zulke voortreffelijke, onafhankelijke centraal planbureaus hebben. Dus zou je je helemaal baseren op nationale ramingen, dan loop je het risico dat je gaat luchtfietsen. Er zijn sommige Zuid-Europese landen waar althans enige jaren geleden de overheidsraming een beperkte waarde hadden. In Nederland is dat gelukkig niet zo. Wij hebben een onafhankelijk planbureau. Het regeerakkoord baseert zich op de 16 miljard en baseert zich op het Stabiliteits- en Groeipact. En daarbij is het CPB relevant. Nou, wat heeft de commissaris gezegd? Om terug te gaan naar 3% moet je 6 miljard ombuigen. Zou de economie dramatisch verder verslechteren en houd je je aan, aan die structurele opgave van die 1% nationaal inkomen, dan krijg je meer tijd. Dominique. Meneer Rutte, als nou het CPB in augustus uitkomt op een begrotingstekort van 3,8% in 2014, gaat het kabinet dan 8 miljard bezuinigen of 6 miljard bezuinigen? Nee, het kabinet baseert zich op een Stabiliteits- en Groeipact. Het Stabiliteits- en Groeipact en de verantwoordelijke commissaris zegt, we moeten tenminste 1% van BNP doen. Dus het ligt voor de hand dat we die 6 miljard doen, maar de definitieve besluitvorming erover vindt plaats in augustus. Zie ook de afspraken in het sociaal akkoord die we gemaakt hebben. Dus in augustus gaan we definitief besluiten. En met die 6 miljard komen wij, volgens degene waarop wij ons baseren, hè, dus de Europese Commissie, komen we op 3%. Maar kunt u even antwoord geven op de vraag, als nou het CPB uitkomt op 3,8%, gaat u dan 8 miljard of 6 miljard? Ik ga antwoord op de vraag. Wij baseren ons op het Stabiliteits- en Groeipact en de raming van de Europese Commissie, waarbij natuurlijk het CPB altijd input is ook. En daarom is het CPB relevant. Het CPB zal in augustus ook relevant zijn, want het geeft inzicht in. Het is toch gewoon. Ik leg u uit wat we doen. Het CPB geeft ook in augustus inzicht in de inkomstenkant. De belastingkant geeft inzage in of wij de kaders aan het houden zijn richting 2014. Wat we nu weten is één cijfer. Dat is een veel accurater cijfer dan dat van commissaris Rehn. Wij baseren ons in het regeerakkoord, zoals u weet, op een Stabiliteits- en Groeipact. Input daarbij is natuurlijk altijd ook een Centraal Planbureau. Dus wat we nu weten is dat we 6 miljard moeten doen in 2014. Dat als we die structureel, al die 6 miljard structureel, langjarig invullen en mocht de economie verder verslechteren, dat we meer tijd krijgen. Dat zijn de feiten zoals ze op dit moment liggen. Maar wacht even, meneer Rutte, de mensen kunnen geen touw meer vastknopen. Gaat u nu maximaal 6 miljard bezuinigen of kan het ook nog meer worden? Wij besluiten in augustus wat we gaan doen. Op dit moment weten we de feiten zoals ze er liggen. En de feiten zoals ze er op dit moment liggen is dat de Europese verantwoordelijke commissaris ons zegt, u moet 6 miljard bezuinigen. Dat is een heel fors bedrag, dat is 1% van het nationaal inkomen. We zullen daarnaast ook zoeken naar maatregelen om de economie verder te versterken. Daarmee komen we in de huidige ramingen op die 3%. De commissaris heeft ook gezegd, zou het verder verslechteren, neem je wel die structurele maatregelen, zoals ik die vraag aan Nederland, dan heb je meer tijd. Ja, dat is dan lopende het jaar, maar we hebben het nu over de besluitvorming in augustus. U heeft eerder altijd gezegd, we wachten op die cijfers van het CPB, dat zijn de cijfers waar we ons op baseren. En nu baseert u zich dus op de cijfers van de cijfers van het CPB in augustus zijn buitengewoon relevant, omdat we op basis van die cijfers ook zien hoe het met de inkomstenkant zit, hoe het zit met de ontwikkeling van de uitgaven in het lopende jaar en de doorwerking naar het volgend jaar. Maar het belangrijke cijfer wat we nu hebben, en dat is natuurlijk in belangrijke mate ook een basis voor de besluitvorming, te finaliseren in augustus, dat is dit gegeven van deze week. Ja, dus dat cijfer van 6 miljard kan toch echt nog ook nog hoger worden in augustus?
In augustus besluiten we het definitief. Ja, nee, op dit moment, ja, nee, daar kan ik je ja of nee op zeggen. We besluiten definitief in augustus. Kan dan maar op dit moment, is het cijfer 6 miljard. Ja. Even voor de helderheid. Want de heer Rehn baseerde zich met zijn 6 miljard op de cijfers van de commissie. Die waren rooskleuriger dan daarna de cijfers van de DNB, van DNB die afgelopen maandag kwamen en van het Centraal Planbureau. Als je die cijfers beziet, is 6 miljard niet meer voldoende om die 2,8 of die 3 te halen. Mm-hmm. Dus dan zou je, wil je dat doel halen, meer moeten doen. Toch? En dan kijk je naar het regeerakkoord. En het regeerakkoord zegt, uiteindelijk baseren we ons op het Stabiliteits- en Groeipact. De verantwoordelijke commissaris, die gaat over het Stabiliteits- en Groeipact, die wij zelf als Nederland zo graag wilden, in dit geval Olly Rehn, die zegt, je moet een structurele bezuiniging doen van 6 miljard, zijnde 1% van het nationaal inkomen, en daarmee kom je op 3%. Ja, maar als dat gezien de cijfers niet lukt, dan vindt u het niet heel erg als dat even niet lukt als die 6 miljard maar binnen is. Nee, de volgende raming komt in november van het Stabiliteits- en Groeipact. Rehn heeft gezegd, als je die 6 miljard structureel invult en de ramingen zouden vergaand verslechteren, dan hoef je niet meer te doen. Dan staat die 6 miljard. Maar dan moet je wel aan die eisen voldoen. Wat we nu moeten doen de komende maanden is invulling geven aan een pakket voor 2014, namelijk de begroting. Waarbij we weten wat ons nu te doen staat. Maar de definitieve besluiten nemen we in augustus. Want dan krijgen we ook de laatste ramingen van het Centraal Planbureau. En die geven ook weer inzicht in de ontwikkelingen van de inkomsten en de ontwikkelingen van de kaders. En is daarbij voor u nog steeds de verdeling 2/3 bezuinigen, 1/3 lasten verhogen? Ja. U zegt de Nederlandse Bank, dat laatste kunnen we beter niet doen. Want dat kan. Dat realiseer ik me, dat vinden we ook allemaal. Tegelijkertijd, sinds Lubbers 1 is dit de verhouding. Ook in heel Europa zien we ongeveer dat beeld. Dat je bij grote bezuinigingsopgaven probeert zoveel mogelijk de belastingbetaler en de bedrijven te ontzien. Zoveel mogelijk te snijden in het vlees van de overheid. En als je kijkt naar de hele periode van dit kabinet en het vorige kabinet, dan bezuinigen we tussen de 46 en de 52 miljard op dit moment. Dat is, trilt een beetje uit. En daarvan is ongeveer 15 miljard is belastingen en 35 miljard uitgaven. Dus dat is een verhouding 1/3, 2/3. Dus mensen moeten gewoon rekening houden met opnieuw lastenverzwaringen. Ja, die zullen in het pakket zitten, dat is onvermijdelijk. Nu zeggen de werkgevers en ook de vakcentrale FNV van bezuinig nou maar even niet zoveel, doe het rustiger aan. Want die economie kan het niet meer hebben op dit moment. Dat begrijp ik, dat respecteer ik ook. Ik denk tegelijkertijd dat het voor de economie nog slechter is als we niet de noodzakelijke maatregelen nemen. Omdat mensen dan zich zullen realiseren dat op enig moment het toch moet gebeuren. En dan kan het alleen met belastingen en niet meer met hervormingen en ombuigingen. Dus je moet nu je verantwoordelijkheid nemen. Ten meer ook omdat die bezuinigingen de kans zijn om de overheid zelf effectiever en efficiënter te maken. In combinatie met alle andere hervormingen die plaatsvinden. Dus ik ben dat niet met hen eens. Ik respecteer hun standpunt. Maar ik denk voor een gezonde economie dat het van belang is dat je de overheidsuitgaven in lijn brengt met de inkomsten. De 3% is het getal waar we het nu over hebben, maar uiteindelijk willen we natuurlijk veel lager. Willen we in de verre toekomst, dat zal nog wel even duren, dan nul. Maar ook in deze kabinetsperiode willen we een heel eind onder de 3 komen. Ja, zie de ambities uit het regeerakkoord. Ja, je kan ook zonder microfoon misschien. Meneer Rutte, zeker 2 weken geleden presenteerde Rehn al zijn aanbevelingen. Mm-hmm. Toen stond er ook die 1% structureel die 6 miljard in. Waarom dan nu, als er CPB-cijfers komen die niet de cijfers van augustus zijn, op dit moment zeggen we gaan ons vasthouden aan begrotingspact Rehn? Nou, dat zeggen we niet nu. Dat staat in het regeerakkoord, hè. Dat is bekend. Het regeerakkoord zegt 16 miljard studiegroep begrotingsruimte. Dat hebben we gevolgd om de overheidsfinanciën op orde te brengen. En de stootrand wordt bepaald in het Stabiliteits- en Groeipact. En daar zit voor deze periode die 3% in, maar uiteindelijk moet je natuurlijk daaronder. Die 3% is maar een tussenstand. Wat er deze week gebeurd is niet alleen dat we een getal hebben, maar dat ook Olly Rehn hier was en duiding gaf op die cijfers. En zei, luister, als later dit jaar dat beeld verder verslechtert, maar je doet wel structureel deze maatregelen, dan hou ik je aan dat procent. Nou ja, hij zei, er is flexibiliteit in het Stabiliteits- en Groeipact. The pact is not stupid. Maar ik hoorde hem niet zeggen, stel het verslechtert, dan krijgt u uitstel. Hij heeft gezegd, maar goed, maar dan zouden we moeten kijken waar precies, of dat is binnen de Kamers of hij ook in de Kamer heeft, heb ik hem dat horen, meen ik zelfs ook in de kranten teruggelezen. Mits je de structurele maatregelen neemt en ervoor zorgt dat je, en uiteraard het nodig is, hè, dus die voorwaarden, dan is er ruimte. En nu gaat u straks naar Brussel later deze maand. Mm-hmm.
kan goed voorkomen dat dan een meerderheid van de landen daar beslist dat die aanbevelingen eisen worden. En dan staat er in de aanbeveling voor Nederland 2,8. Ja, dus nou ja, er staat vooral, u moet 1% van het nationaal inkomen ombuigen. Waarbij ook Reen zelf deze week in de Kamer volgens mij heeft geduid, maar dat moet u echt ook bij hem zijn vooral. Maar ik heb hem dat horen zeggen, dat voor hem essentieel is dat procent nationaal inkomen 6 miljard ombuigen. En daarmee kom je op 3. En hij zou daarnaast nog wel een kleine zekerheidsmarge willen, maar hij zegt, ik hou je. Dat heeft hij ook volgens mij de Kamer gezegd en in persconferenties aan die 6 miljard. Maar verbaast u zich daar niet over? Want in de aanbevelingen, er zitten allerlei voorwaarden onder, maar de aanbevelingen zijn er 3. En daarin staat niet 1% structureel, daarin staat 2,8% begrotingstekort. En die aanbeveling is uiteindelijk degene die geldt. Dat moet echt bij hem zijn, daar ga ik dan niet over. Ik stel vast wat hij ons vraagt en dat is... om op 3% te komen moet je 1% van je nationaal inkomen extra ombuigen. Nog een andere Brusselvraag. Heeft u ook in de ministerraad gesproken over bevoegdheden die wij zouden moeten terughalen uit Brussel? Nee, want dat was uitgelekt, dus dat hebben we van de agenda gehaald. Maar dat komt dus een andere keer. Boef. Een vraag over de werkgelegenheidseffecten van het sociaal akkoord. Want die 80% is misschien al wat ruig ingeschat. Maar ook als het 30% herstel is, dan heeft het nog een negatief effect op de werkgelegenheid. En u zei van als er negatieve effecten zijn, dan moet het kabinet zorgen dat dat ten positieve wordt gekeerd. Dus hoe gaat u dat dan doen? Ja, maar ik wijs erop, er zijn geen negatieve effecten op de werkgelegenheid. Er is een negatief effect ten opzichte van de sterke werkgelegenheidsstijging uit het regeerakkoord. Ja, goed, maar als het 80% zou zijn. Dat is een negatief effect. En in 2005 was er een 5% reparatie. Dus nogmaals, waar we precies uitkomen, valt te bezien. Dat is ook echt aan de onderhandelingen tussen sociale partners. Dit gaat waarschijnlijk in onderhandelingen ten koste van loonruimte, mag je aannemen. Dus zo gaan die onderhandelingen normaal gesproken aan de cao-tafels. Dus het zijn keuzes die gemaakt moeten worden. Dat moeten we dan afwachten. Maar er blijft altijd een negatief effect natuurlijk ten opzichte van het basispad inclusief het regeerakkoord. Nee, want als er niet gerepareerd wordt, hebben we een positief effect, zag u de voetnoot. Dat lijkt me trouwens ook wat ruig. Maar er is ook nog een zekere bandbreedte waarin het positieve effect er nog is als er heel pers gerepareerd zou worden. Want het laat ook zien dat de maatregelen die we in de participatiewet nemen en in de IOW per saldo positief uitpakken ten opzichte van het regeerakkoord. Dus ik denk dat dat beeld minder slecht is dan nu lijkt uit de headlines, als je inderdaad die voetnoten bij betrekt. Maar het feit dat de werkloosheidsuitkering van 1 naar 2 jaar gaat in het bijgestelde plan in het sociaal akkoord, dat is een ruimhartiger sociaal beleid. Dat leidt toch ongetwijfeld tot een hoger gebruik ook van die sociale voorziening. En dus ook tot minder werkgelegenheid. Ja, het Centraal Planbureau heeft het hele pakket doorgerekend. Niet de ontslagmaatregelen, maar wel WW, IOW, Wajong, onderkant arbeidsmarkt, laten we zeggen, de participatiewet. Komt daar tot conclusies die wij in grote lijnen kunnen steunen, waar wij op één punt echt zeggen, ja, daar zit een aanname in. Op basis waarvan een conclusie komt die we begrijpen. We stellen het model niet ter discussie, maar wel die aanname, dat is die 80%. Ik nog een vraag voor het AND, dan ga ik nog kijken. Twee vragen. Een van de aannames van het Centraal Planbureau is ook dat bedrijven inderdaad hun belofte gestand doen om al die mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Het verleden heeft uitgewezen dat zelfs in goede tijden bedrijven dat eigenlijk heel matig doen. Is dat niet ook een ruige aanname dan? Of geldt dat eigenlijk alleen voor de aannames die niet zo goed uitkomen? Nee, want ik begrijp uw vraag. Maar hier hebben wij natuurlijk een verstandige maatregel. Namelijk, als het niet lukt, dan herleest het quotum. Ja, maar dan is het natuurlijk al te laat vergeleken met het regeerakkoord. Nee, want dat gaat heel snel. Kijk maar hoe die wet er dadelijk uit komt te zien. Die gaan we zo inrichten dat we heel snel kunnen monitoren en heel snel het quotum kunnen laten herleven als werkgevers een afspraak niet zouden nakomen. Okay, dus dat is geen ruige aanname. Nee. Omdat we daar een maatregel hebben om een eventueel te ruige aanname te corrigeren in gedrag door middel van een quotum. Nog één andere vraag, want het is toch een beetje moeilijk voor mij tussen het CPB en REEN en wat nou het belangrijkste is. Begrijp maar u belooft wel dat we volgend jaar onder de 3% zitten. Nee, wat ik beloof is dat wij op dit moment een raming hebben op basis waarvan het regeerakkoord zegt dat wij moeten werken. Dat is het stabiliteits- en groeipact. U belooft niet dat we onder de 3% zitten? Nee, wat ik beloof is dat wij doen wat REEN ons vraagt. Daarmee komen we volgens REEN op 3%. En wat volgend jaar gebeurt in de economie verder, kijk ook naar dit jaar. Dan zie je dat de zaak ook verslechtert. Dus we gaan ons uiterste best doen. Maar we weten dat we, als we een begroting maken met een ombuiging van 6 miljard, 1% van het nationaal inkomen, dat we in de ramingen van de commissie op 3% zitten. En we weten ook dat als het beeld verder verslechtert en we doen wel die structurele maatregelen, dat we meer tijd hebben.
Eén laatste vraag, Kees Berghuis. Ja, meneer Rutte, nog even die ministeriële verantwoordelijkheid. Fred de Graaf, u zei op de vraag van, goh, heeft u met de koning er nog over gehad? Of die Wilders er wel of niet bij wilde hebben. Toen zei u, goh, ik kan daar niks over zeggen. Maar neemt u maar van mij aan, ik kan mijn volledige ministeriële verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Stel nou dat de koning tegen u gezegd zou hebben, eigenlijk zie ik er een beetje tegenop om samen met Wilders te lopen. Wat heeft dat met uw ministeriële verantwoordelijkheid te maken als hij dat tegen u zegt? U heeft mijn opvatting gehoord over hoe het werkt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er geen keuze wordt gemaakt tussen Kamerleden die in een officiële rol. Dus dan heeft hij mijn opvatting. Ja. Dat zou ik ook in strijd vinden met een goede uitoefening van het staatsrecht en onze parlementaire gewoontes. Ja. Nogmaals, de Graaf beweert ook in zijn brief dat dat ook niet het geval is geweest. Al had hij er wel een opvatting over als het de uitkomst was geweest van het proces. Daar hebben we het eerder over gehad en ik deel niet zijn mening over die eventuele uitkomst. En ten aanzien van de koning heb ik u gezegd dat ik inderdaad van A tot Z die ministeriële verantwoordelijkheid neem. Dat ik verder geen mededeling kan doen over gesprekken die ik met hem voer. Maar ik dacht ook met er heel veel betekenis bij gekeken te hebben. Dus volgens mij weet u het nou wel ongeveer. Maar verder kan ik niet gaan. Want ik kan echt hier niet citeren uit gesprekken. Als die al plaatsgevonden zouden hebben. Ja, nee, maar ik zie namelijk niet wat de ministeriële verantwoordelijkheid ermee te maken heeft als de koning tegen u gezegd zou hebben. Ik doe dat liever. Ik zie wel die ministeriële verantwoordelijkheid als de koning u vraagt van zorg ervoor dat die Wilders niet in die commissie zit. Nou, nog een keer, ik ga echt terug naar het antwoord dat ik gaf. Ik kan over die gesprekken nooit mededelingen doen, wat daar wel of niet besproken wordt. Dus dat blijft altijd speculeren. U moet mij houden, ministeriële verantwoordelijkheid. En dat hoort bij dat ik nooit en te nimmer een lid van de top van de koninklijke familie, dus van het koninklijk huis, prinses Beatrix of toekomstprinses Amalia of op dit moment de koning en koningin, dat ik die in een positie zou kunnen brengen of zou kunnen accepteren dat die in een positie worden gebracht waarin zij de indruk wekken te kiezen tussen mensen in de politiek, waarin zij bepaalde opvattingen naar buiten zouden laten blijken op die manier. En dat is de ministeriële verantwoordelijkheid. Die kan ik hier van A tot Z voor nemen. Maar wat er precies wel of niet is besproken, kan ik nooit iets over zeggen. Dus het kan wel besproken zijn, maar dan is het irrelevant geworden. Ik heb u gezegd dat ik nooit meer doe over die gesprekken. Oh. Dus daar kan ik u niks over zeggen. Julius Visser. Ja, meneer Rutte, ik heb je een vraag. Ik heb het de vorige keer gevraagd aan de vice-minister-president Asscher. Misschien heeft hij nog met u besproken. Dat ik hem niet aan hem moest vragen, maar aan u. En nou, dat is welk aandeel in de staatsschuld, de staatsuitvorderingen, investeringen, dat is in onze hartscore, bedrijven enzovoort, provincies. U begrijpt natuurlijk dat het bedrag van, was het niet 428 miljard of zoiets, wat de staatsschuld, of was het niet zo hoog? Ja, dat stijgt, hè? Ja, dat snap ik. Maar waar ik graag van wil weten, wat weet u beter dan meneer Asscher over deze zaak? Zou je dat willen opschrijven? Ik begrijp de vraag echt niet, sorry. Ik kan het nog niet, staat hij. Oké. Wie is hij? Dat is de heer Asscher natuurlijk, die heb ik opgeschreven. En ik heb dit van met de deskundige besproken. Dat kan. Wacht even hoor. Dat kan Dijsselbloem het beste beantwoorden. Ja. Oh ja, goed weekend. Super. Dank u wel.